Goed, mijn naam is Pieter Batemer, ik ben docent Engels op de Norbertus Gertrudis MAVO. Tevens ben ik media mentor van scholengroep Tongerlo en ontwikkel ik een keuzevak voor het sterk techniekonderwijs dat Digispel heet. Ik ga het een en ander vertellen over mijn lofproject dat dit jaar ten einde komt en wat vorig schooljaar is begonnen. Als ik even terugga in de geschiedenis, dan heb ik het over 2018 dat ik contact had met de toenmalige ICT-coördinator van OMO, dat is Margot van den Broek. En die vertelde mij over het LOF-project. Nou had ik natuurlijk echt geen flauw idee, nou natuurlijk weet ik niet, maar ik had echt geen flauw idee wat het LOF-project was. En zij legde mij dat uit, omdat ze wist dat ik het heel leuk vond om online materiaal te maken en altijd bezig was met digitale oefeningen. Nou, ik moet zeggen, ik zag daar wel kansen. Dus ik heb met haar samen een aanvraag ingediend, die geüpload. Alleen helaas, hij werd goedgekeurd, maar het geld was op. Dus ja, dan denk je, hé, fijn, hij is goedgekeurd, maar je krijgt alsnog niks. Toen daarna, dat zal zijn geweest, begin 2019, heb ik hem opnieuw ingediend. En meteen de eerste dag geüpload. En vervolgens kreeg ik, ja, eigenlijk niet eens zo lang daarna, te horen dat de aanvraag was goedgekeurd. En ik ook de volle 63.000 euro kreeg. Nou, dat was wel leuk natuurlijk, feest. Oké, nou waar gaat mijn lofproject over? Of ging het over? De opzet van mijn lofproject was het maken van materiaal waarbij leerlingen en leraren gebruik konden maken van een databank aan oefeningen en video's. En ik zeg er ook precies bij leerlingen, want het was ook de bedoeling dat leerlingen zelfstandig daarmee aan de gang konden tijdens het keuzeuur, verrijkingsuur of hoe het ook mag heten op een school. Oorspronkelijk had ik het ingepland het eerste jaar voor 8 leraren. Nou, een van de lessen die ik heb geleerd in dit LOF-project was dat denk niet dat dingen gelijk blijven, want het jaar erop waren er een aantal leidinggevenden weg waar ik afspraken mee had gemaakt. Leraren waren verdwenen of van mening veranderd, wilden één keer niet meer, dus het eerste jaar ben ik met 5 man begonnen. Nou had ik het oorspronkelijk zo ingepland dat het eerste jaar mensen veel meer uren hadden dan het tweede jaar. Maar omdat ik natuurlijk in het eerste jaar met 5 man begon in plaats van 8, heb ik uren overgehouden, waardoor ik in het tweede jaar iedereen een gelijk aantal uren kon geven als in het eerste jaar. Dus dat was prettig. Nou, het eerste jaar zijn we met 5 man begonnen. In het begin een aantal online bijeenkomsten gehad. Wat gaan we doen? Wie gaat wat doen? Hoe gaan we dat maken? Waar moet het aan voldoen? En toen begon natuurlijk de coronaperiode. Nu moet ik zeggen dat het eerste jaar hebben we daar eigenlijk wel vruchten van geplukt. Want iedereen zat toch thuis. Er werden nog geen hele hoge eisen gesteld aan het online onderwijs. Met andere woorden, mensen hadden best tijd om dat materiaal te maken. Dus het eerste jaar hebben we eigenlijk veel en veel meer gemaakt dan we in eerste instantie gepland hadden. Dus het eerste jaar, top succes. Vervolgens ben ik in april, mei heb ik gezorgd dat mijn plan voor het jaar erop klaar lag. En toen ben ik er ook eigenlijk vrij snel in geslaagd om 8 man te vinden. 6 voor Engels, 1 voor Duits en 1 voor Nederlands. En ook hier geldt weer, in het tweede jaar bleek dat allerlei leidinggevenden weg waren en het niet door hadden gegeven aan hun opvolgers. Dus een ander iets wat ik heb geleerd, als plan A niet werkt, zorg dan dat je snel met plan B begint. En zorg ervoor dat in ieder geval alles vast ligt. En ook al is er dan een opvolger, dan kan je altijd nog zeggen, kijk, dit is afgesproken met uw voorganger. En dan de meesten zullen zich eraan houden. Vervolgens in jaar 2 zijn we aan de gang gegaan. Jaar 1 hebben we vooral materiaal voor de eerste en de tweede klasse gemaakt. Jaar 2 voor de derde en de vierde. Maar degenen die zelf ook talen geven, zullen wel weten dat er echt een enorme overlap is. Iets wat in jaar 2 voorkomt, komt ook in jaar 4 voor. Dus het is wel zo dat we in het tweede jaar wat minder gemaakt hebben. Maar uiteindelijk is het project wel een groot succes geworden. Nou, wat hebben we nou gemaakt? Je moet dat scheiden in 2 categorieën. De categorie dingen die we zelf gemaakt hebben. En dingen die we ooit al gemaakt hadden of gekregen hebben van een ander. En verzameld hebben. Eigen materiaal in de 2 jaar gemaakt zijn ongeveer 120 online oefeningen en video's. Alle video's staan op een YouTube kanaal en alle online oefeningen staan in een database. En dat is eigenlijk heel makkelijk.
Het gaat, daar staat in onderwerp. Wat is het, oefening of video? En vervolgens krijg je een link. Nou, heel makkelijk. Je zoekt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Present Perfect. Je krijgt twee video's te zien. Of één video, twee video's en vijf oefeningen. Present Perfect wordt namelijk in alle jaren uitgelegd. En vervolgens kan je dan meteen mee aan de slag. Hetzelfde geldt voor leerlingen. Ik heb voor het keuzeuur, wat ik zelf geef aan de eerste, heb ik een online omgeving ingericht, een Classroom. Dat is wat we gebruiken. Leerling zoekt op een bepaald onderwerp. Die zegt bijvoorbeeld, ik wil aan de gang met leesvaardigheid. Nou, zoekt in Classroom, vindt een heleboel oefeningen en kan aan de gang. Nou, wat hebben we gemaakt? Veelal heel veel grammatica oefeningen en uitleg. Wat we verzameld hebben, dat is geen eigen materiaal, is heel veel op het gebied van leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid en spreekvaardigheid. De meeste grammatica oefeningen en alle video's hebben we zelf gemaakt. En ook van de grammatica oefeningen denk ik dat zo'n 90% eigen werk is. De online oefeningen zijn veelal in quizzes gemaakt of in live worksheets of in Quizlet. Maar Quizzes is wel het meest populaire programma, omdat dat echt ontzettend veel mogelijkheden biedt. Het uitgangspunt is altijd geweest, een leerling moet er ook zelfstandig mee aan de gang kunnen. Dus dat stelt wel wat eisen aan het materiaal. Bijvoorbeeld een pakket waar ik heel veel oefeningen in heb gemaakt, Socrative. Daar had ik iets van 140 grammatica oefeningen in gemaakt. Kan ik niet gebruiken, omdat ik daar dingen klaar moet zetten. Het uitgangspunt was, leerlingen moeten er zelfstandig bij kunnen. Nou, Quizzes kan dat wel. Kan, en Quizlet ook, en live worksheets ook. Kan je gewoon een link zetten in Classroom en leerlingen kunnen zelf mee aan de slag. Uiteindelijk kan ik niet anders zeggen dan dat het LOF-project een groot succes is geworden. Nou, om even samen te vatten wat ik nu geleerd heb in die 2 jaar. 1. Bedenk wel, een plan is leuk, maar het zou zomaar kunnen dat plan A niet gaat werken. Bereid je erop voor dat dingen anders gaan dan je ingepland hebt. Les 2. Ga niet oneindig blijven plannen, maar ga gewoon beginnen. En stel je plannen bij als je merkt dat plan A niet werkt. 3. Communicatie is superbelangrijk. Breng de leidinggevende en alle mensen die meedoen, alle belanghebbenden, continu op de hoogte van wat je aan het doen bent. Waarmee je bezig bent, waarom het belangrijk is en wat de afspraken zijn. Blijf die herhalen. Je kan op een gegeven moment in mei kan je dingen mailen aan betrokken partijen. En vervolgens is het september en weten ze van niks. Dus dat betekent dat je ook tussendoor in de belangrijke periodes, wanneer roosters gemaakt worden en dergelijke, alle afspraken nog eens even gaat herhalen bij de betrokken partijen. Kijk, leidinggevenden krijgen natuurlijk heel veel mails en op een gegeven moment denken ze, oh ja, dat heb ik ooit gezien. Zorg ervoor dat dingen geregeld worden. Als je met meer personen werkt, is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je elkaar kan zien. Nou, de roostermaker vindt dat niet fijn, want dat betekent dat een groot aantal mensen op eenzelfde tijdstip uitgeroosterd zijn. Vaak is het wel te doen op het einde van de dag, bijvoorbeeld vanaf 3 uur. Maar zorg er in ieder geval dat bij alle betrokken partijen, en in mijn geval waren dat 3 scholen, de afspraken duidelijk zijn, zodat je elkaar ook kunt zien. Dan als laatste punt. Je kan best wel de nodige weerstand tegenkomen, maar geef niet op en blijf doorgaan. En behoud voor jezelf het beeld van, dit is wat ik voor elkaar wil krijgen, hier wil ik uitkomen. En uiteindelijk wordt het een groot succes. In mijn geval kan ik ook niet anders zeggen, we hebben nu zoveel materiaal, dat voor elk denkbaar onderwerp wat ik behandel voor het vak Engels, heb ik materiaal liggen. Dus dat is reuze handig. En zeker nu met de coronaperiode, nou, ik heb gewoon zoveel materiaal dat ik elke week online oefeningen kan aanbieden aan mijn leerlingen. En van Classroom kan je ook nog eens precies zien hoe ze het gemaakt hebben. Dus de mogelijkheden zijn de wereld. Als laatste, allerlaatste punt zou ik willen zeggen, als je aan de gang gaat met online materiaal, beperk je tot een paar sites of een paar programma's. Anders raak je op een gegeven moment het hele overzicht kwijt. Dan
tot slot, en dat is echt het slot, wil ik een aantal mensen bedanken. Namelijk de mensen die hebben meegewerkt aan mijn project. Dat zijn de leidinggevenden bij ons op school. Harry Meijers en mijn leidinggevende Henny. Dan vervolgens de leraren die mee hebben gedaan. Dat is voor Engels Martin Machielsen, Pascal Rommes. Dat is voor Nederlands Anne Driessens en voor Duits Peter Naus. Dan voor Engels op het Munnikenheide College Vito van Beest en Marjolein Stuyver. En op het Da Vinci College Evelien Perdaams. En dan verder nog alle mensen die ik eventueel vergeten ben, die dingen voor mij geregeld hebben. En natuurlijk Margot van den Broek, die op ergens anders werkt nu, want zonder haar was dit project nooit tot stand gekomen.